kampioenen te vieren en te huldigen. En mag ik dan vragen aan onze, ja, hoe zou ik van zeggen, medewerker Jan Verkes om deze prachtige bloem en het geschenk aan aan Mariette te overhandigen, samen dan met haar kampioenenkring. Mariette, als je wel recht staan en een stapje nader komen, dan... Dat is bezoek, zeg je. Dat is hier. De presentie voor het beschouwen te zijn, is makkelijk. Ja, deze fles die daar staat en zijn geschenk ook samen met zijn kampioenenkring te overhandigen. En dan hier zet maar alles terug neer. Maak dan een Annie Vermees om dan het keizerlijk geschenk daar te overhandigen aan onze vers gewachte keizer. Keizer Daniel, zijn hoogheid. Verder wil ik natuurlijk ook de gemeente en het stuurcollege bedanken voor de ontvangst en hun aanwezigheid hier. Dank je vriendelijk. Het seizoen 18 heeft uiteindelijk een kampioen opgeleverd die ook keizer is geworden. Bij de vrouwen was het tot op de laatste kaarting nog altijd niet duidelijk wie kampioen zou worden. Er stonden twee speelsters klaar om aanspraak te maken op de titel. Herna Ketels en Harriet Ketels. Ze zaten met elkaar op de hielen. Iemand moest de bovenhand halen en het was Harriet. Zij behaalde het nodige extra punt. 47 punten voor Harriet. Zij is de kampioen. Ik zou vragen dat Edwin de beker aan Harriet overhandigt, samen met drie klinkende zoenen. Bij deze categorie iemand met kop en schouders erbovenuit stak. Hij veroverde de leidersplaats en gaf hij niet meer af. Zijn voorsprong was groot genoeg op zijn eerste rivaal, Freddy Covie. En hij hield de positie vast tot aan de finish. Een bijzonder knap kaart. Ondertussen ook keizer geworden, dat in de voer. Ik zou vragen onze schepenhuis hem zijn beker overhandigd. Waarschijnlijk zonder zoenen te zien dat hij tot zijn kans is. Dan wil ik u graag de 49 punten. De keizer is gekend en het zit blijkbaar ook bij mij om de rode lantaarn mee te geven, Roger. De rode lantaarn is niet aanwezig. De rode lantaarn is niet aanwezig, maar die had daar Rita mee. Rita behaalde 29 punten en 25. Voorzitter, leden van het bestuur, bedankt voor de leiding en uw inzet. Jullie staan aan het hoofd van een groeiende club en zijn hier toch wel op een van uw hele mooie dagen door het jaar. Maak er een super feestdag van. Wees fier op uw club. Wees blij met de persoon die het kaartspel heeft uitgevonden. Geniet van Okra, vier kampioenen en zorg ervoor dat niemand vandaag honger of dorst heeft, maar denk niet dat het risico heel groot wordt. En maak het volgend seizoen
campagne. En zeker ook Downing, maar het is extra lastig om aan de kop te blijven. Iedereen een schitterende dag toe gewenst en ze weet smakelijk niet. Dank u wel. Feliciteer.